Voetbal is natuurlijk van iedereen en iedereen heeft verstand van voetbal, dus ja, ik ook. Goede Frank, die tweede komt op de pen. Kijk Johan, dat heb je van die bekende voetbalvrouw. Even kijken, Nederland-Denemarken. Nou, dat is de openingswedstrijd en ja, begonnen natuurlijk helemaal veel. Dus ik verwacht, er zit ook wel wat spanning op. Dan verwacht ik dat Nederland het wint met 2-1. Nederland, Duitsland, ja, daar zou ik toch nu zeggen, want het gaat weer, dat u het 4-1. Ja, dat weet ik, nee, maar dat weet ik zeker. Weer rollen die Pruisen op. Ja, echt hoor. Dat is die gewoon het gaat niet beesloeven. Maar kunnen we niet aanspreken dat als Nederland echt met 4-1 van Duitsland wint, ja, dan gaan we met Tegner strolen, gaan we door veel Stadhoesen en dan gaan we het weer helmen samen zingen. We hebben die in Stadhoesen strolen, hè? Ja? Ah, oké. Okay. Ja, nee, zeker. Zeker. Ja, ik kijk altijd, dat is een traditie, ik kijk mijn EK-wedstrijden altijd met Hai, Asjokes, Haven, Krijt, Smeets. En ja, dan zien we je eigenlijk na die 90 minuten redelijk overspannen. Ja. En ja, dat misschien maar moet dat zo. En ik denk dat we dan Duitsland weer tegenkomen in de finale. En dan in de laatste minuten scoort Klaas-Jan Huntelaar de 2-1, is die ook blij. Dus dat moest ook iedereen blij houden.